en welkom weer bij een nieuwe aflevering in mijn kroeshaarserie. Ik heb nu mijn Marley braids in, mijn twists in. Dus ik dacht, wat kan ik nu voor video maken? Maar toen bedacht ik me, het is in 2013/14, ik weet het niet meer zeker. Voor het laatst geweest dat ik een updated haarproductenfilmpje heb gemaakt voor mijn kroeshaar. Dus ik dacht, waarom niet nog eentje maken? Het is inmiddels 2016. Ik gebruik weer heel veel nieuwe andere dingen. Ik heb weer wat dingetjes bijgeleerd. Dus in deze video ga ik met jou mijn haarproducten delen. Even een korte disclaimer. Ik wil je wel op het hart drukken dat dit de producten zijn die ik gebruik. Ik krijg daar nogal wat vragen over. Maar wat voor jou werkt, hoeft niet voor mij te werken. En andersom. Ik heb weer hele andere issues met mijn haar dan jij misschien. Maar omdat er zoveel vraag naar was, ga ik het toch met je delen. En in een volgende video ga ik mijn favoriete haartools met je delen. En voor dat geldt eigenlijk hetzelfde. Wat voor jou werkt, hoeft niet voor mij te werken. En andersom. Als je nog vragen hebt, zeg maar de basic vragen over mijn haar heb ik in de beschrijving gezet. En ik heb ook een link gezet naar mijn blog waar ik nog meer artikelen over mijn haar heb. Maar laten we snel beginnen. Mijn favoriete shampoo is deze cleansing cream van het merk Curls. Ik heb die toevallig een keertje op de kop getikt met korting in een haarwinkel. Een haar- en cosmetica winkel, omdat die lijn eruit ging. Dus ik heb gelijk 2 flessen gekocht. En ja, het is een milde shampoo voor mijn haar. En het heeft Certified Organic Ingredients, als ik de sticker mag geloven. Ja, en het verschil zeg maar, tussen nu en vorige keer dat ik die haarproducten filmde, is dat ik nu iets meer probeer te letten op natuurlijke producten in mijn lichaam en in mijn haar stoppen. Zo ja, dat is de cleansing cream. En vervolgens gebruik ik dan, ik probeer hem minimaal 1 keer in de 2 weken te gebruiken, is deze Hair Tea Conditioner. En het heeft een Heat Activated Deep Conditioning Treatment. Dus stel dat ik nog onder de douche sta en ik ga mijn benen nog scheren. Of ik ga, weet ik veel, ik doe mijn kapje op mijn hoofd nadat ik dit heb ingedaan. Zodat mijn haar een beetje kan stomen en het product goed kan intrekken. Dan laat ik het ongeveer 20 minuutjes, een half uurtje intrekken. En dan ga ik gewoon een beetje dingetjes doen en vervolgens spoel ik het weer uit. En ik heb nog 1 shampoo in de Natural Hair Club. Op Facebook kwam deze shampoo zo vaak voorbij van Garnier, die Loving Blends. Nu is het natuurlijk gewoon een super goede marketing truc. Maar kijk, het is een goede marketing truc omdat een merk als Garnier is een gigantisch merk. En die hebben ook wel door dat mensen helemaal lekker gaan op dingen als arganolie, zoals hierin zit. Volgens mij hebben ze ook nog een honinglijn, olijfolielijn. Weet je, grote merken zijn ook niet dom. Die spelen gewoon in op wat de markt vraagt. Er staat hier wel dat er ook geen parabenen in zitten. Wat ik ook fantastico vind. Maar goed, ik weet niet. Grote merken en vertrouwen. Ik vertrouw ze niet altijd. Maar dit is gewoon een iets agressievere shampoo dan deze van Curls. En deze gebruik ik als ik echt heel veel shit op mijn hoofd. Pardon. Excusez le mot. Maar als mijn haar echt heel erg vies is. Of als ik iets als een serum heb gebruikt voor mijn haar. Dan gebruik ik deze shampoo om alles lekker squeaky clean te krijgen. Dan is het ook echt helemaal gestript mijn haar. En vervolgens gebruik ik dan deze conditioner en nog wat andere producten om het weer een beetje te herstellen. Nadat ik mijn haar heb gewassen, is het natuurlijk tijd voor conditioner of iets van een krullencreme of whatever. De favoriete krullencreme op dit moment, eigenlijk al een hele tijd, is die van Shado. Gewoon de leave-in conditioner. Het is de Honey Love Hair Milk. Hij is iets wat aan de prijs, maar het is er eentje op basis van natuurlijke producten. Plus, het is een black-owned bedrijf. Dat vind ik heel erg fijn en belangrijk en mooi. En daarom support ik er ook super graag. Dominique Chantal Snip zit hier achter. Ze staat ook op het flacon. En het is echt een topproduct. Het ruikt lekker. Ik ben er ook best wel zuinig mee. Als in, ik laat niemand anders het gebruiken. En
En ja, ik ga er heel lekker op. Echt heel lekker op. En in combinatie daarmee gebruik ik de Tropical Juice Detangler en Scalp Stimulator. In een andere video heb ik het daar al eerder over gehad. Dit is een hele goede om je hoofdhuid te masseren. Je hoofdhuid een beetje vochtig te krijgen, maar ook je haar vochtig te krijgen. En je haar uit te kammen. Een detangler. Zo heet het. Oké. Ik gebruik hem heel erg graag als ik bijvoorbeeld een gekke week heb gehad met heel veel dingen erin. En ik heb mijn haar een beetje verwaarloosd. Ik heb geen zin om haar te wassen. Dan gebruik ik deze spray. Hij is echt fantastisch. Hij werkt als een malle. Als je je haar verdeelt en zeg maar stukje bij beetje spreekt. En gewoon met je vingers erdoorheen gaat. Het is fabulous. Like fabulous. I am not getting paid to say this. Ik wil gewoon jou even wijzen op deze spray. Dit is zo'n product dat je kan gebruiken bij elk haartype, denk ik. Ik heb namelijk tijdens een demo gezien in de Shadow Spa en Natural Hair Spa. Gezien hoe ze het gebruikten op iemand met een ander haartype. Maar dan ga ik weer over haartypes praten. Ik weet niet wat voor haar issues dat meisje verder had, maar ze had een heel ander soort haar dan ik. En het werkt ook heel erg goed op haar haar. Maar goed, voordat ik je iets ga aanraden en dan werkt het straks niet, word je straks boos op mij. Ik vond het fantastisch. Dominique weer op het flacon, op de bottle. En in deze fles zit als basisproduct water. En er zit aloe vera in. Er zit hennepolie in. Er zit glycerine in. Honing zit erin. Mango boter. I love mango boter. Ik heb geen mango boter nu in huis. Maar ik heb eerder een product gehad met mango boter. Fantastisch. En als je even, zeg maar, platzak bent, geen geld hebt, geen zin hebt om geld uit te geven aan producten, ook al zijn ze fantastisch, dan is er nog altijd de goede oude spray bottle. Deze heb ik gevuld met water, aloe vera gel en rozenwater voor de geur. En deze gebruik ik ook als ik geen zin heb om mijn haar te wassen, maar ik wel wil vlechten of verversen. Spreek ik deze gewoon. Oh, ik wilde drukken, maar het ging niet. Nou, there it is. Oké, deze vul ik dan met water, aloe vera en rozenwater. En ik kreeg laatste tip. Dat was echt een fantastische tip. Om een heel klein beetje van je leave-in conditioner aan te lengen met water. Dat is ongeveer 1/3 deel leave-in conditioner en 2/3 deel water. Wel gedistilleerd water, dus schoon water. In je sprayfles doen. En zo ga je veel langer met je leave-in conditioner. Dat is echt een gouden tip. Fantastisch. Dan gaan we nu over op de boters die ik heb. Oftewel de sealers of de ja, gewoon de haarboters die ik heb. Dat zijn wat do-it-yourself projectjes. In deze zit kokosolie, shea butter en oh ja, citrus en sinaasappelolie. Olijfolie en een beetje cacaoboter. Ik heb gewoon alle shit erin gegooid die ik kon vinden. Nee, grapje. Ik heb wat lievelingsolie heb ik samengevoegd. Een beetje laten smelten. Vervolgens wat druppeltjes erbij gedaan. Van de citrusolie en de sinaasappelolie. Voor de geur. En deze boter die gebruik ik op mijn huid. En in mijn haar. Vooral in de winter vind ik het fijn om zo'n dikke boter te gebruiken. Om mijn haar te beschermen. En na het douchen gebruik ik het meteen. Als mijn huid nog een beetje vochtig is, smeer ik het in met deze boter. Hij is lekker zacht. Oh, hij is echt super lekker zacht. Doe een beetje zo. Ik had het al gezegd dan nog niet. Ik doe het wel hier. Oh, het is zo lekker. Het ruikt ook echt heel erg lekker. En ja, deze boter die is eigenlijk ook niet zo duur om te maken. Ik doe er heel erg lang mee. We doen er samen best wel. Oh, mijn vriend gebruikt hem ook. Maar hij gebruikt het alleen voor zijn huid. En ik gebruik het voor mijn huid en mijn haar. Maar ik heb er nog eentje. Namelijk deze. En in deze zit met name shea butter. Die is ook wat steviger. En ook een beetje vies omdat mijn haar erin zit. Maar ja, deze wat steviger. En deze heb ik gemaakt met lavendelolie. Ook deze gebruik ik voor zowel mijn huid als mijn haar. In mijn haar gebruik ik niet zoveel ervan. Anders wordt het te greasy. Al is greasy sometimes good. Maar
Ja, en ik heb het in een schattig potje gedaan, zodat het er leuk uitziet. En zo kan je het eigenlijk ook cadeau doen aan iemand, weet je? Er zat ook een leuk strikje omheen, een leuk kaartje. Dit potje is van de Action. En ja, maar dat is een volgende video misschien wel leuk. Om wat cadeautips te geven. Goed, dus dat waren mijn boters, de do-it-yourself boters. In de beschrijvingsbox hieronder zal ik je een link sturen, of zal ik een link zetten naar een video waarin ik het heb over een haarboter en waarin ik zelf een haarboter maak. Maar dat is er eentje gebaseerd op eigenlijk alleen maar kokos, een hair en body butter. En ik zal nog eens een keertje een video maken gebaseerd op deze recepten, want die zijn weer anders. Ik probeer gewoon steeds weer iets anders en tot nu toe is het steeds een succes. Tot slot! Of bijna tot slot heb ik nog 3 spannende producten in mijn hand. Dit is een The Hair Rules Blow Out Your Curls Straight Styling for Curly Hair. Deze doe ik in mijn haar als ik mijn haar ga feunen. En ik wil eigenlijk niet zozeer mijn haar helemaal glad feunen. Maar toch iets vollere vollere krullen. Wow, dat is een tongbreker hoor. Vollere krullen. Als ik toch iets vollere krullen wil, dan gebruik ik deze. En dan feun ik het lekker lang, mijn haar. Maar toch nog een beetje beschermd. En in principe, ik heb het ook wel eens gedaan dat ik mijn haar helemaal stijl heb gefeund en deze heb gebruikt. Gigantische bos. En het gaat super snel met deze en hij beschermt je haar ook. Dit is een proefmonster die ooit eens zat in de Kroes haarbox van My Black Hair. En het is een cruelty-free product, dus het is niet op dieren getest. Ook wel fijn om te weten. Eigenlijk zou ik me daar ook wel iets meer bezig mee willen houden. Maar er is zoveel om je mee bezig te houden in deze wereld. Dan heb ik hier een product. Dat is een styling pudding van het merk Fantasia. Ik had er nog nooit van gehoord. In de winkel had ik er waarschijnlijk gewoon langs gelopen. Nooit gekocht. Omdat er allemaal dingen in zitten die ik liever niet in mijn haar zou willen hebben. Maar ik kreeg het voor mijn verjaardag. Vorig jaar. En toen ging ik het toch proberen. En ja, ik ging het dus proberen. Volgens mij toen ik een voorstelling moest spelen, ging ik het proberen. En ik had mijn haar niet gedaan, maar ik wilde mijn haar losdragen in die voorstelling. En toen had ik, toen we nog een beetje gingen repeteren voor de voorstelling, had ik mijn haar gevlochten. En ik had een beetje van dit erin gedaan. En ongeveer, misschien een kwartier voor aanvang, had ik mijn haar losgemaakt. En dan zat er fabulous, 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 fabulous. Lekker vol. Maar toch wel met een soort curl wave golfachtig ding in mijn haar. En het bleef ook super lang zitten. Het is een beetje een Het is echt een pudding. Het is ook al bijna op. Ik weet niet of ik het nog een keer ga kopen vanwege de ingrediënten. Maar er staat ook echt zo. Avoid fire, flame or smoking until hair is dry. Keep out of reach of children. Ja. Maar het is gewoon zo goed. En een ander styling product dat iedereen denk ik wel kent. En als je het niet kent, probeer het een keer uit. Het is niet zo duur. Het werkt niet voor iedereen, heb ik begrepen. Dat is de Eco Styler Gel. Er zijn heel veel verschillende soorten Eco Styler Gel. Ik heb de olijfolie versie. Maar je hebt ook nog eentje met arganolie. Je hebt ontelbaar veel versies. En ze hebben ook allemaal andere soorten hold. Deze heeft een maximum hold. En mijn haar wordt ook niet crunchy van, of ik heb ook niet van die witte schilfers in mijn haar als ik deze gebruik. Ik vind hem fantastisch. Je kan hem gewoon kopen bij je lokale hair and beauty supply store. En ook op het internet kan je hem vinden, dus google hem. Dit is een gigantische pot. Je hebt ook gewoon kleinere potten, potjes. Weet je, je hoeft echt niet zo'n grote te nemen, zonde als je het nog nooit hebt geprobeerd. Maar goed, then again, probeer het uit. Misschien werkt het niet. En nog een speciale shout-out naar de Gasool klei. Deze klei gebruik ik in combinatie met kokosmelk. Zo moet ik het zeggen, heb ik geleerd van iemand. Ik deed het eerst alleen met water, maar met kokosmelk werkt het echt fabulous. Het is een masker dat je dan in je haar doet. Het cleant je haar, het conditiont je haar. Je haar voelt echt, want mijn haar voelt echt fantastisch aan nadat ik dat heb gebruikt. En wat ik over heb, doe ik ook nog een beetje op mijn gezicht. En zo ook eigenlijk een pamperdagje voor mezelf. Ja, en dat is echt een fantastisch product. Deze is van A&M Products. Maar als je het googelt of in je Marokkaanse winkel gaat kijken om de hoek, daar heb je het ook. Of anders vind je het op het internet. En nog even een eervolle vermelding voor deze bio-oil. Ik gebruik hem nog niet zo lang. Ik gebruik hem sinds kort. Mijn nicht,
Mijn nicht heeft hem me aangeraden, omdat ik laatst mijn haar met hitte ging behandelen, dacht ik. Ik heb uiteindelijk alleen een klein plukje hiervoor gebruikt met zo'n curl wand. En ja, mijn haar zit er nog. Ik heb nog niet zoveel gespleten haarpunten. Het is niet afgebroken. Dus ja, deze gebruik ik dus ook niet in hele grote hoeveelheid. Het is echt een klein beetje. Je hebt echt maar een paar druppels nodig voor je haar. Je zou het niet zeggen met een bos. Maar ja, te veel is niet zo goed. En als ik deze dus heb gebruikt bijvoorbeeld, dan gebruik ik zo'n shampoo als die van Garnier om het er weer uit te krijgen. Weg ermee. Dit was mijn updated versie van mijn haarproducten. Als je meer wil weten, hoor ik dat natuurlijk graag in de comments. En in een volgende video zal ik jullie wat haartools laten zien. Ik weet nog niet of dat de volgende video wordt of een volgende video. Dit was alweer de nieuwste aflevering in mijn kroeshaarseries. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, wat van hebt geleerd. En nu blij bent dat je weet wat voor producten ik gebruik in mijn haar. En dat was hem weer voor nu. Ik dank je wel voor het kijken en ik zie je graag in de volgende kroeshaarserie video. Of in een van mijn andere video's. Ciao! En PS, anders ben ik nog te vinden op het Sisa-kanaal. Doei!